Yo gasten, een hele goede dag allemaal. En hier vandaag weer een nieuwe super... Nee, Pistol Monday. Geen super. God, ik faal. Holy shit, ik heb mijn eigen serie niet eens. Wat een fucking faal. Oké, maar goed. Pistol Monday met de 5-7. We spelen op standoff. En we gaan eens eventjes kijken wat we ervan kunnen bakken. Maar dan zeg ik iedere keer, wat kunnen we er dit keer van bakken? Dat zeg ik echt iedere keer, hè. Dat zeg ik... Even mijn geluid trouwens wat zachter, want dat is echt fucked up hard, merk ik nu. Maar ik zeg dat echt iedere keer. Iedere keer dat ik zeg van... Welkom bij Super Shotgun Zondag, Super Sniper Zaterdag of Pistol Monday. Zeg ik echt iedere keer, wat kunnen we ervan bakken? Wat kunnen we ervan bakken? En dan moet ik eigenlijk eventjes afleren, want dat is best wel heel erg vaak dat ik dat doe. En daarboven staat iemand te campen. Zou ik hem kunnen pakken met een 5-7? Jawel, want jij bent een kutcamper. En ik heb jou gewoon, want jij hebt een sniper, maar ik heb een fucking pistol. En ik heb je. En dat vind ik helemaal tof. En nu staat hij daarboven. En die heb ik ook. Campers zijn kansloos. Staat er daarboven nou nog iemand of zo? Nee, ik weet het niet. Oké, gewoon wegrennen. Ik heb in ieder geval UAV. Fuck yeah. Let's go. Let's do this. Waar spannen ze? Achterin daar. Oké. Super chill. Want ik heb ook een counter UAV, dus dan weten ze niet meer waar ik ben. En dat is natuurlijk super gunstig. Mijn teammate is hierboven dood gegaan. Ik wacht eventjes, want ik weet vrijwel zeker dat hij eraan komt. En dan ga ik fucking dood, omdat ik fucking faal. Oké, super chill. 6-1. Prima score. En ik merk weer dat ik actief ben. En dat ik actief aan het praten ben. En dan word ik gefuckt. Want ik had die kerel bijna geturnd. Tenminste, ik was half op weg om hem te turnen. En die kerel loopt alleen maar met zijn buis bed te gooien. En die kerel die is kut, want hij is gestunt. En hij schiet mij alsnog. En ik word hier gespawnkilled als de motherfucker. Hè? Oh wauw, jij staat er gewoon boven, joh. Met je SMR. Lekker, spawnkillen. En nu word ik ook alweer gespawnkilled. Oh nee, of toch niet? Denied. Holy shit. Die werd eventjes echt wel fucking hard gedestroyed door een pistooltje. Terwijl die achter een headglitch stond en terwijl ik fucking one shot was. Dan ben je slecht. En... Jij bent bijna dood, want ik faal weer met mijn kogels, want ik aim weer fucking slecht. Oké, super chill. Jij staat daar te campen, fucking one shot volgens mij. En ik snap niet trouwens dat ik zoveel kogels heb geraakt, terwijl die zo ver weg stond. Oh, wat, jij teleport hier zo en shit. Oké. Oh, right shield, not cool, teammateje, lost op. Oh nee, ik ben gestukt. Oh, wauw, wat een faal. Oké, dat is heel erg kut. Als mensen met een assault shield gaan lopen en ze gooien semtexen, dat is heel erg irritant. En als ze dan ook nog het geluk hebben dat ze je stukken, dan is dat al helemaal kut. Want waarschijnlijk is dat zo'n kerel die denkt van, oké, ik pak een assault shield class en ik zet er een semtex op. En ik stuk iedereen met een semtex die ik tegenkom en dan in werkelijkheid stukt hij echt alleen maar mij in het hele potje en... Nu voelt hij zich helemaal goed, omdat hij denkt van yes, de tactiek heeft gewerkt. En die kerel, ik snap niet hoe ik hem gekild heb, want ik schoot 2 kogels in zijn kont. Maar kennelijk heeft hij een hele zwakke kont, dat ik hem alsnog zo snel kan killen. En ik heb hem alsnog bijna nog een keer met zijn SMR. Klote kind met zijn klote wapen. Badr Ari. Oké, dat is wel een vette naam. Ik moet toegeven, dat is een vette naam. Badr Ari. Wat had ik kunnen zijn? Arjan Ari, weet je. Badr Ari. Dat is op zich wel een lachen naam, weet je. Goed bedacht. Props. Alleen nu ik over Badr Ari aan het praten ben, ben ik echt alweer 2 keer dood gegaan. Dus dat faalt alsnog. Zeg daar maar 3 keer van. Holy shit. Zeg daar maar 3 keer van. Dat is trouwens ook echt totaal geen goed Nederlands. Maak daar maar 3 keer van, bedoel ik. En ik speel 14-10 momenteel. Dat is zeker niet top of zo. Ik bedoel, ik ga nog niet negatief. Maar in principe kan het natuurlijk veel beter. En het moet ook veel beter. En ik weet dat het sowieso kan. Alleen ik doe het nou nog niet echt. En hier staat weer Badr Ari. En die is ook weer dood. En ik ga hier eventjes wachten. Totdat hier mensen aangekomen. En totdat ik die mensen kan killen. Hij loopt weer fucking nice met zijn fucking shield dingetje. En dan ga ik hier via boven kijken of ik hem kan backrapen. Want waarschijnlijk denkt hij dat ik hier nog steeds ben. Ja, sukkel! Oh, bijna die double kill. Tenminste, ja, bijna een soort van, misschien niet helemaal. Maar ik was op weg. Ik probeerde het. Laat me met rust. Fucking hell, hé. Dit is echt weer zo random. Maar ja, weet je, je moet toch wat. En we staan hier boven weer te campen met z'n tweeën. Dat is in ieder geval een killetje op de kill met
het Assault Shield dingetje. Alleen kennelijk loopt er nog een tweede met zijn Assault Shield. Dus dat is echt super chill, maar not. Want nu hebben we dus twee gasten die met een Assault Shield lopen. En nog iemand die daar ook gewoon lekker lag net. En even kijken, want jij staat hier zo. Er is nog iemand daar binnen als het goed is. En die komt mij ieder moment challengen, hoop ik. Nou ja, ik ga wel gewoon voor de final kill cam. Oké. Iemand anders heeft de final kill cam. 21-13, prima score. Ben ik op zich wel tevreden mee. Leuke commentary, hoop ik. Shout-out naar Badr Ari. Fuck hell. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken. Laat eventjes een duimpje omhoog achter als jullie ervan genoten hebben. Ik zeg jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En de final kill cam is gemaakt op Badr Ari. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En nu.